Ik wil vandaag vooral inzoomen op de Heilige Geest, want het is Pinksteren. Wie is de Heilige Geest? Wat is de Heilige Geest? Zullen we bidden, Heilige Geest, we hebben het over u vandaag. En we heten u welkom in Jezus' naam. In onze harten, in ons denken, in ons midden, in deze stad, in alle steden waar we mogen zijn. We heten u welkom op de Filipijnen in dat prachtige project. We heten u welkom in België. Heilige Geest, kom met uw vuur, kom met opwekking, kom met een revival. Zodat de harten van dit volk weer terug zullen worden getrokken tot onze levende Heer Jezus. Open onze harten, open ons denken, vernieuw ons denken in Jezus' naam. Laat ons zien, laat ons meer begrijpen, meer van u gaan houden. Wie u bent. Kostbare Heilige Geest van God. In Jezus' naam. Amen. Amen. Dus een paar gedachten. Weet je, de Heilige Geest is God, nummer 1. Laat ik gelijk maar in de punten duiken. Ik kan nog getuigenissen vertellen hoe de Heilige Geest werkt. Toen ik nog student was, er was een meisje, was altijd aan het twijfelen over God en zo. Ze was wel een beetje gelovig. En ik zei, wat je nodig hebt is de Heilige Geest. Overtuiging. En we mochten voor haar bidden. En 2 weken later zegt ze, ik ken mezelf niet meer terug. Ik ben voorbeden aan het doen. Dat deed ik nooit vroeger. Ik ben aan het bidden voor andere mensen. Als ik heel eerlijk ben, voor het gebed voor de Heilige Geest. Ik bad eigenlijk nooit echt voor andere mensen. Wat een verschil. Er was een jongen, hij was heel goed in schakers. Een van de studenten in mijn studententijd toen. Maar hij was heel depressief en niks. En toen mochten we voor hem bidden. En ik zei, jongen, je hebt de Heilige Geest nodig. Ik was zelf net bekeerd en ik wist wel een grote verandering. En we baden voor hem. En hij woonde in een studentenhuis. En de andere studenten zeiden, we kennen hem niet meer terug. Hij loopt te zingen. Hij loopt aanbiddingsliedjes te zingen. Hij is helemaal vol van de Heer. Ik zei, yes, dat moeten we hebben. Wat een verschil. Iemand die zo depressief was. En die, weet je, we hebben de Heilige Geest nodig. Ik kan me nog herinneren. Ik wil toch even een paar getuigenisjes van me zeggen. Wat de Heilige Geest doet. En wij hadden een gebouw. En dat was een beetje, daar gingen we af en toe naartoe met retraites. Maar dat was eigenlijk een beetje te groot en te duur. En ik dacht, heer, ik vind dit te duur. Het was toevallig ook in België, de plank in België, voor degene die nog weet. Maar heer, we gebruiken het te weinig. Maar ik geloof wel in een klein plekje waar ik me kan terugtrekken. Dat doe ik al voordat ik getrouwd was eigenlijk. Dus, en ineens, ik zat er in de achtertuin en ik had een flat gezien in Vaals. En ik dacht, daar, een klein studiootje, hoeft helemaal niet duur te zijn, gewoon een klein studiootje, mooi uitzicht, meer heb ik niet nodig. Uitzicht, de wolken, de Heer en zo, en weet je wel toch? Ik zie daar vandaan iets van 7 of 8 dorpjes en stadjes liggen, dat kan lekker Nederland tegen en zo. En ik zit in de tuin van dat grote huis en ineens kreeg ik heel sterk, je moet er nu naartoe. Nu naartoe. En ik dacht, wat is dat nou? Dat heb ik bijna nooit. Je moet nu naar dat appartementje rijden. Nou, dat was ongeveer 20 minuten rijden. En ik kom daar aan, lang verhaal kort. Daar zit, en dat is nooit meer gebeurd. Er zit het hele bestuur van de soort VVE-achtig. Zit daar in de zon voor het gebouw. En dus ik een praatje, maar ik zeg, is er zo'n studiootje? Nou, toevallig is er eentje vrij. Die komt vrij. Zo, oh, hoe gaat dat dan? Ja, dan moet je een mail sturen en dan moet je... En dan kom je voor de balutagecommissie. Ik zei, oh, en wie is dan de balutagecommissie? Toen zeiden ze, dat zijn wij. Oh! En toen zei een man, wat mij betreft bent u door. Ik geef u wel een telefoonnummer, dan krijgt u het studiootje. Lekker makkelijk voor ons en voor iedereen. Ik dacht, yes! De Heilige Geest zei, nu moet je gaan. Ze zitten er klaar voor. Dat is toch prachtig, zulke dingen? Dus ik hoop dat jij ook getuigenissen hebt... En dat je soms de prompting, de aansporing van de Heilige Geest kan... Paulus vroeg het in Efeze. Heb je de Heilige Geest ontvangen? Dat is de vraag aan jou en mij ook. Heb je de Heilige Geest ontvangen? Nummer 1, de Heilige Geest is God. In Handelingen 5, vers 3. Paulus zei, Ananias, waarom heb je heeft de Satan je hart vervuld om de Heilige Geest te bedriegen en iets achter te houden? Je hebt niet gelogen tegen mensen, maar tegen God. De Heilige Geest en God wordt door elkaar gebruikt. De Heilige Geest is God. Dan staat, doop ze in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ze worden weet je, de Heilige Geest is God. Nummer 2, de Heilige Geest is een persoon, dat is heel belangrijk. Niet een het, niet een energie. Het is een persoon. Er staat ergens in de Bijbel, staat niet in de tekening, maar bedroef de Heilige Geest niet. Hier in Johannes 14, vers 16. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn. De Heilige Geest der waarheid die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet... Hem niet. Niet ze ziet het niet. Ziet hem niet. Het is een persoon. En kent hem niet. Maar gij kent het. Nee, hem. Het is een persoon.
Als je dat realiseert, ga je heel anders kijken naar de Heilige Geest. Heel anders, oh ja, ja, dat is waar. Hij hoort bij de drie-eenheid. Want gij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten. En nummer drie, de Heilige Geest is niet vreemd. Sommige mensen doen vreemd. En dan zeggen ze, dat is de Heilige Geest. Ja, daar ga ik verder maar niet zoveel over zeggen. Maar dit is simpel gezegd het antwoord. Nee, dat is niet altijd per se de Heilige Geest als iemand heel raar gaat lopen doen. Maar het is de reactie op van die persoon op de Heilige Geest. Soms is het echt heel krachtig. Dat mensen vallen in de geest of door de kracht van God. Dat kan. Dat staat in de Bijbel. Wist je dat? Wist je dat niet? Ze hebben help herinnerd. Dat niet om aantekeningen. Ze kwamen in de Heer Jezus in de nacht, kwamen ze gevangen nemen. Judas, de kus enzovoort, daar in die tuin. En toen zeiden ze, wie is Jezus van Nazareth? En toen zei hij, ik ben. En alle soldaten vielen achterom. Wist je dat? Vielen in de geest. Ze waren nog niet echt bekeerd, maar ze vielen allemaal om. Als Jezus zegt, ik ben, zijn kracht, eventjes. Dus dat kan, hè? Maar sommige mensen die doen wel heel bijzonder. Die reageren op heel bijzondere manieren op de Heilige Geest. Nou, laat je nooit afschrikken. Soms hebben mensen van, nou, dat gedoe hoeft voor mij niet. Maar je wil wel de Heilige Geest. Want soms heeft de vijand een beetje iets raars kunnen, alsof dat dan. Weet je wel, ben jij nooit gevallen in de geest, nooit gelachen in de geest? Nooit, heb je de Heilige Geest eigenlijk wel? Hallo? Die kant gaan we niet op. Die kant gaan we niet op. En ik hoop dat je wat jij vreemd of niet begrijpt, dat je hoe mensen reageren met een makkelijke zwaai aan de kant kan zetten. Dat je zegt, ik laat me niet afleiden daar hoor, ik wil wel de Heilige Geest ontvangen. Ik wil vol zijn van de Heilige Geest en ik wil dat Hij door me heen werkt. En of ik lach of sta, of lig of ga, oh, die moet je opschrijven. Waar kunnen we die even op Twitter zetten? Of ik lach of ga, of zit of sta, wat weet ik veel. Dan weet je, als het maar in de kracht van de Heilige Geest is. De Heilige Geest is niet raar, niet vreemd. In Johannes 16, maar ik zeg u de waarheid, het is beter, zegt de Heer Jezus, dat ik heen ga. Want indien ik niet heen ga, kan de trooster niet tot u komen. Maar indien ik heen ga, zal ik hem tot u zenden. En je leest het zo makkelijk overheen. Maar Jezus stuurt de Heilige Geest naar jou. Dus dat is niet vreemd of raar. Oké? Helpt dat voor sommigen? Sommigen hebben een beetje de voorzichtigheid gekregen van, ja, ik heb eens wat gezien hier en daar. En hoe mensen, wat dat allemaal gaat gebeuren, is de Heilige Geest. Nou, ik hoop dat je nu je antwoord hebt. Wij nodigen de Heilige Geest uit, omdat Jezus zei, ik ga hem zenden naar jou. Ik stuur hem naar jou. Dat is mijn cadeau voor jou. Dat is de Bijbel spreekt over, het is een stempel. Het is het kenmerk van God in je, tot de dag dat Hij je komt ophalen. Je hebt hem nodig. Het is bovennatuurlijke kracht. Het is bovennatuurlijke vreugde. Het is bovennatuurlijke resultaten en vruchten in je leven. Het is bovennatuurlijk. Als je iets begint te proeven van de Heilige Geest, dat wil je niet missen. Wil je niet missen. En we hebben hem nodig. De Heer Jezus zei het, ik zend hem naar je. Nummer vier, de Heilige Geest is onze beste vriend. En vooral in de Message staat dat heel mooi. Lees even met me mee, 2 Korinthe. 2 Korinthe 13, vers 14. En de genade van de Heer Jezus, dat was zeg maar de afsluiting van de brief daar. Dat is wat Paulus daar toe wenst, als het ware. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest zijn met u allen. In het Engels, in de NIV bijvoorbeeld, staat er de fellowship. The fellowship with the Holy Spirit. En dan staat er in de Message, the intimate friendship. The intimate friendship. En het is zo mooi om daarover na te denken. De Heilige Geest is jouw vriend van je bestemming. We noemen dat wel eens, hè? Vriendschappen. Bouw vriendschappen. Ik hoop dat je op je connectgroep vriendschappen bouwt. In de kerk hier en in je team. En dat er vriendschappen zijn van je bestemming. Met andere woorden, mensen die jou helpen om meer van God te gaan houden. En hem meer te gaan begrijpen. En meer van zijn koninkrijk. En meer van het plan van God met zijn kerk. En meer van de visie die God ons geeft. Dat zijn vrienden van je bestemming. Toch? Iemand die elke keer zit te pruttelen voor jij de koffie ook weer zo lauw. Was niet warm, hè? Nee, het was weer niet echt warm, nee, de koffie. Nee. Als dat het enige is wat je te vertellen hebt, we gaan iets anders doen, weet je nog? Deze ga ik zo vertellen, ga ik zo uitleggen.
Maar een vriend van je bestemming zit niet te piepen over de koffie, die zit te piepen over jouw bestemming in de Heer. Al je beloftes, alle goede, de gunst van God op je leven, the favor of the Lord. De deuren die God open zal doen voor jou, die niemand sluiten kan. De deuren die God sluit voor jou, dat is geen goede deur voor je, die niemand meer openen kan. Bestemming. Dus die vrienden heb je nodig, maar de vriend van de hoofdletter V van je bestemming is de Heilige Geest. Hij wil fellowship met je. Hij wil spreken. Als je de Bijbel, heb je dat wel eens dat je Bijbel leest? En je leest de Bijbel omdat je het wil. Omdat je wil groeien in de Heer. Omdat je hem beter wil leren kennen. Maar dan zijn er ineens van die momenten die je denkt, dat is mooi. En dan springt er iets op en dan heb je het gevoel, dat spreekt tot mij. Dat is de Heilige Geest. De Bijbel zegt dat het hele schrijven van Gods woord is geïnspireerd door de Heilige Geest. De Heilige Geest was er al helemaal in het begin, bij Genesis. God was bezig om de aarde te scheppen en hij ging al over de wateren vol met potentieel en de plannen van de Heer. En zo gaat hij ook over jou en mij, vol potentieel en vol met de plannen die God voor je heeft. Geloof je dat? Hij is absoluut met een hoofdletter de vriend van jouw bestemming. Hij zal je de ogen openen als je Gods woord leest, de Bijbel, en ineens begint het te spreken. Hij zal ineens je helpen om te gaan bidden voor dingen die voor God belangrijk zijn. Voor mensen die voor God belangrijk zijn. Je gaat een heel ander leven leiden. Kom je daar achter? Daarom zeg ik vaak, zoals met Hart voor het Huis, of ik vraag niet om je geld. Ik vraag je om te bidden. Want ik vertrouw de Heilige Geest. En het kan wel eens zijn als je naar hem luistert, dat je begrijp ik bedoel, dat het offer de goede kant op gaat voor de kerk. Grapje, niemand lacht. Oh. Dus die. Hij is de bemoediger, hij is de trooster. De Heer noemt hem jouw trooster als je dat nodig hebt in moeilijke tijden. Hij noemt hem jouw trooster, de beschermer, degene die je omhoog tilt. Dus nergens anders mee te vergelijken. Nergens anders mee te vergelijken. Laat ik gelijk in dit boekje even duiken. My One Thing. Heb je hem daar op je stoel? Ga eens even zwaaien. Pak hem erbij. We hebben beloofd dat we zouden... Hij wordt uitgedeeld aan alle CLC-kerken vandaag. En wat is het idee? We willen zo graag elkaar helpen en stimuleren om te luisteren naar Gods stem, om te luisteren naar de Heilige Geest, de promptings van de Heilige Geest. Het kan zijn dat je een preek aanhoort, maar dat één ding voor jou er echt uitspringt. Maar het kan zijn dat je in de aanbidding, je bent hier op zondag en er was een moment in de aanbidding dat je dacht, nu voel ik echt Gods aanwezigheid, ik voel Gods liefde. Het kan zijn dat je na de dienst spreekt met iemand die misschien nog maar net God aan het ontdekken is. En die zegt, ja, ik kom hier nou net een paar keer. Het is allemaal een beetje nieuw voor me. Maar elke keer als ik er ben, voel ik warmte. Denk jij dat dat God is? Zou dat God kunnen zijn? En jij denkt, yes, wat is dit mooi. Deze persoon staat gewoon God te leren kennen. En ik mag met hem praten en hem helpen om een stapje vooruit te zetten in zijn nieuwe relatie met de Heer. Wat het ook is. Wat is jouw one thing op zondag? Niet alleen vandaag, maar elke zondag. En we hebben een boekje gemaakt. Ik hoop dat je de tijd wil nemen. Gewoon thuis, elke bladzijde. Maar lekker kort. Maar dat je iets opschrijft. Wat is jouw one thing deze zondag? En wat heeft God tot je gesproken? Wat je meeneemt? En misschien is het vandaag wel een getuigenis van Tracy. Dat je zei, ik vond het allemaal fantastisch. Maar die vrouw, dat was mijn one thing. Wat zij vertelde, haar spirit, haar liefde voor de Heer. En hoe ze absoluut gaat om kinderen te helpen en te redden uit die vreselijke wereld van, je hebt het allemaal gehoord, van misbruik enzovoort. Wat het ook is. En ik wil je vragen om het op te schrijven, heel kort. En op de connectgroepen, het is een lekker klein boekje, kan je meenemen. En op de connectgroepen erover te praten of op de teams. En gewoon regelmatig van, hey, zullen we eens even kijken, wat is jouw one thing? Wat sprong eruit voor jou? En voor jezelf, je zal je zien, als je dat een tijdje gaat doen, dan gaan bepaalde dingen opvallen, terugkomen. Een bepaald ding wat God aan het spreken is, tot jou. Als jij steeds iets zegt, ik voelde zo'n vrede. En twee weken later, de vrede van de Heer. En vier weken later, de pastor sprak over vrede, sprak me zo aan. Dan is God iets aan het zeggen tegen je. Toch? Dus het helpt je om Gods stem te herkennen. Daarom staat achterop Gods stem verstaan. En we gaan het gewoon een tijdje doen en kijken hoe we elkaar kunnen helpen. En heel bewust om hier te komen op zondag in Gods huis met verwachting. Zeg, Heer, wat ga ik zo meteen opschrijven aan het eind van de dienst? Wat is mijn... Ik kom hier niet going through the motions. Een beetje zingen, een preekje horen en zo en weer naar huis. Ik kom hier om God te ontmoeten. Ik geloof dat God iets heeft voor mij.
Ik geloof dat de Heilige Geest iets heeft voor mij persoonlijk. En dat wil ik niet missen. En daarom schrijf ik het op en ga ik erover bidden en over nadenken. Oké? Je beste vriend, de Heilige Geest nummer 5 is je trooster en helper. We lazen het net al, Johannes 14, vers 16. En ik zal u de Vader bidden, zegt de Heer Jezus. En hij zal u de trooster geven, een andere trooster, om tot in eeuwigheid bij u te zijn. En vers 26, maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam. Die zal u alles leren en te binnen brengen al wat ik u gezegd heb. Weet je, heb je dat wel eens in een gesprekje met iemand en ineens ben je iets zo mooi aan het uitleggen dat je denkt, jongen, wat geweldig vind ik zelf. Eigenlijk ook wel mooi gezegd. Heb je dat wel eens gehad? En dan denk je, oh, maar dat is de Heilige Geest die door me heen werkt gewoon. En ineens komt er wijsheid op het moment of een goed idee. Of, weet je, en het is de Heilige Geest die door je heen werkt. Want hij zal je alles te binnen brengen. Wat Jezus heeft gesproken. Als je je Bijbel leest en dat is fijn, dat is goed. En dan ineens ben je aan het praten met iemand of op de connectgroep. Iemand heeft een situatie en jij hebt een idee. En je denkt, wauw, waar kwam dat vandaan? En dan weet je, de Heilige Geest werkt door me heen. Hij zal te binnen brengen. Hij is de trooster. Weet je, er zijn zoveel situaties in de levens waar we doorheen gaan. De Heer wist dat we een trooster nodig hebben. Ik geloof, weet je wel, het is allebei. En het is altijd, we gaan van glorie naar glorie. En de Heer heeft nog veel meer voor je. En de gunst van God is op je leven. En hij is de doorbreker die voor je uitgaat. Weet je, het is allemaal waar. En tegelijkertijd leven we in een gevallen wereld. En gebeuren er soms de doorbraken nog niet en de zegen nog niet enzovoort. En soms gaan dingen heel anders dan je denkt. En de Heer Jezus wist dat. Hij belooft een geweldige toekomst, maar hij belooft ook een trooster. Voor als de toekomst nog even, vandaag nog niet zo geweldig is. Vind je het niet wonderlijk? Hij zorgt voor je op de reis van dit leven. Veel christenen, sommigen in ieder geval, vinden de Heilige Geest heel kostbaar. Heel kostbaar. Maar die hebben dat als een soort in de porseleinen kast gezet. Dat is heel kort. De Heilige Geest is heel kostbaar, heel kostbaar. Ja, maar doe je er wat mee? Beweegt het, leeft het, stroomt hij door je heen? Spreekt hij, werkt hij? Zie je dat de kracht in je leven toeneemt? Zie je dat de invloed in je leven toeneemt? Mathilde zat vanmorgen, maar ja, zo is het natuurlijk een beetje. Ze zei, ik wil meer invloed. Ik zei, ja, tuurlijk. Op mij bedoel je? Nee, voor de Heer. Oh, in dit huwelijk bedoel je, wat bedoel je? Nee. Dan is het goed. Oké. Weet je, sommige mensen is allemaal heel kostbaar, maar het staat in de porseleinenkastje, is een kostbaar Delsblauw. Je kijkt er af en toe naar. De Heer zegt, doe die kast open en ik heb hem gegeven aan je als jouw kudde. Je hebt hem nodig. Nummer 6, de Heilige Geest inspireert je, maakt je creatief. Het geeft ideeën. Er zijn nog zoveel liederen niet geschreven, nog zoveel boeken niet geschreven, nog zoveel ideeën niet ontwikkeld. God is hij is de schepper. Dus als de Heilige Geest begint te werken door je heen op het gebied waar je talent hebt. Daar wil hij door je heen werken en er is creativiteit, er zijn ideeën, dat is prachtig. Nummer 7 is het evangelie delen, is het hart van de Heilige Geest. Toen de Heilige Geest kwam met Pinksteren en de kerk werd geboren, werden er op die dag 3000 mensen gedoopt. En ik wil, weet je, de Heilige Geest komt met een doel. Ja, om jou te troosten, om je te helpen, om je te leiden, tot je te spreken, om God meer te openbaren aan je, om hem beter te leren kennen, meer te gaan liefhebben, meer te gaan begrijpen, meer vrucht te dragen, de vrucht van de Heilige Geest, enzovoort. Maar hij wil mensen bereiken door jou heen. Hij wil mensen bereiken door zijn kerk heen. Hij wil levens redden. Hij wil mensen terugbrengen in een levende relatie met God de Vader. Niet een beetje. Daarom met alle respect, ik weet dat mensen meekijken op de livestream. Ik ga niet met je in discussie, maar iemand zei, onze kerk is ongeveer zo en zo. En noemde je 200 mensen of zo, je weet toch niet meer over wie het hebt. En niet veel zei. En toen zei hij, voor mij heeft het niet groter te worden. Oh. Ja, als je mij nou... Wil je nu dat ik vriend van jouw bestemming word, nu, met mijn antwoord? Hoeveel meer mensen wil God bereiken, redden, zichzelf laten zien, door jou heen? En ik dacht, als christenen zo denken, ja, mijn kerk hoeft niet groter te worden. Dat is puur, mag ik het zo zeggen, ik zal me wel niet populair maken, maar het is puur egoïsme. Helemaal op jezelf gericht. Je vindt het zo wel mooi. Maar toen de Heilige Geest kwam, want die mensen wilden wel de Heilige Geest, hebben we ook ontdekt? Die denken zelfs dat in een kleinere groep meer Heilige Geest kan zijn. Flauwekul. Lees je Handelingen Bijbel. 3000 mannen alleen werden er gedoopt, staat er eigenlijk. Op één dag. Dus hoe bedoel je?
Oké, nou. Dus de Heer wil jou gebruiken, mij gebruiken, deze kerk gebruiken, de CLC-familie gebruiken, om nog heel veel mensen terug te brengen naar Gods aanwezigheid. Ja, toch? Het is het hart van de Heilige Geest. Wanneer de trooster komt, die ik u zenden zal van de Vader, de geest der waarheid die van de Vader uitgaat, zal deze van mij getuigen. God wil dat we getuigen zijn van hem. In Handelingen 1, daar begint Handelingen mee. Vers 8, je zal kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over je komt. En dan zal je mijn getuige zijn in Jeruzalem en in Judea en op de Filipijnen en in België en in Samaria. Oh, dat stond er niet allemaal. Nou ja, je begrijpt het punt. Je begrijpt het punt. Nummer 8, de Heilige Geest leidt je. De Heilige Geest leidt je, Jesaja 30, vers 21. Er staat heel veel over de Heilige Geest trouwens in het Oude Testament ook. Maar dat zou een bijbelstudie op zich kunnen zijn. Maar je staat in vers 21. Wanneer gij rechts of wanneer je links zou willen gaan, zullen uw oren achter u het woord horen. Dit is de weg, wandel daarop. Dat is de Heilige Geest. Dat is zo mooi. Dit is de weg, wandel daarop. Je bent aan het nadenken, links of rechts. En dan hoor je de stem van de Heilige Geest. Soms hoor je hem in je hart. Soms hoor je hem als je de Bijbel aan het lezen bent. Soms hoor je hem door je leiders heen. Leiders in je leven zijn een zegen, als het goed is. Helpen jou om in je bestemming te komen. Dat is het hele doel van leiderschap. En soms, weet je, vaak spreekt God daar doorheen, door die dingen. En dan hoor je de stem, dit is de weg. Wandel daarop. De Heilige Geest geeft aansporingen om je te leiden. Je kan dit beter niet doen. Je kan dit beter wel doen. Dit is de weg. Johannes 16, vers 13 nog een keer. Doch wanneer hij komt, de geest der waarheid, zal u de weg wijzen tot de volle waarheid. Want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat hij hoort. In de hemel, zeg maar, wat hij hoort van God de Vader, van de Heer Jezus. Zal hij spreken en de toekomst zal hij u verkondigen. Hij zal mij, dat is de Heer Jezus, verheerlijken. Want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Prachtig mooi. Conclusie. Er is niks spookies of vreemds aan de Heilige Geest. De Heer Jezus zei, ik geef hem aan je. Vertrouw mijn cadeau aan je. Je hebt hem nodig, keihard nodig. Als trooster, als grote bron van kracht. Als degene die je brengt in intimiteit met God. Je ogen opent en je denken vernieuwt. Je hebt hem nodig. En hij is je vriend. Weet je, misschien voel je sommige mensen, voel je misschien ronddobberen. Als een bootje op een meer zonder wind. Ongeveer tegenovergestelde van gisteren, zeg maar zo. Jongen, we reden op weg hier naartoe. Er waren gewoon dikke takken, die wil je niet op je auto hebben. We lagen gewoon nog op de weg. En je denkt, zo, wat heb je echt in de haag? Gewoon echt gestormd. Maar hoe dan ook, dus even een hele andere plaatje. Geen wind, bootje, zeiltje, gebeurt niks. Wat heb je dan nodig? De wind van de Heilige Geest. De adem, de ruach, om even dat Hebreeuwse woord te gebruiken. De wind van de Heilige Geest in je zeil. Dan komt de beweging, komt de richting, komt de koers, dan gebeurt er weer wat. Als je hem leert kennen, dan ga je echt van hem houden. En ben je heel dankbaar dat hij in je leven is. Hij bekrachtigt je, hij leidt je. Als een frisse wind in je leven. Laat hem je vriend zijn. Zo simpel is het eigenlijk. Want hij helpt je om geconnect te blijven met God en met zijn krachtbron. Ben je klaar om de Heilige Geest te ontvangen? En dieper te ontvangen? Weet je, zo vaak ergens in de psalmen staat, verse olie. U heeft mij vandaag met verse olie overgoten. Elke dag hebben we dat nodig. Vers. Weet je wel, niet gisteren. Gisteren was mooi, maar vandaag verse olie. Als teken van, wat is olie? Het is het teken van de Heilige Geest. Een van de beelden. Het maakt dat alles weer draait. In je leven. Dat alles weer beweegt. Dat alles weer loskomt, zoals de Heer het had bedoeld. En weet je wat we nu gaan doen? We gaan ons offer brengen. Wat je hebt voorbereid. Het hart voor het huis offer. En als het goed is, had ik mijn kaartje ook bij me. Ja. En mensen gaan bidden. Het gebedsteam, ik wil jullie vragen om naar voren te komen. We gaan ervoor bidden. En ondertussen zal ons worshipteam ons dienen met gewoon een paar nummers, een paar liederen om in een sfeer van Gods aanwezigheid, in een sfeer van aanbidding, in een sfeer van uitreiken naar de Heilige Geest, om de komende minuten in Gods huis te zijn. Vader, we danken u, Heer, dat u ons de trooster geeft. We danken u voor de Heilige Geest. Laten we gaan staan, onze handen uitstrekken naar hem een moment. Ontvang de Heilige Geest
In een frisse nieuwe manier. In een mate die je nog niet hebt gekend. In een kracht, in een troost die je nog niet eerder zo sterk hebt ervaren. Ontvang de Heilige Geest en zeg tegen hem: Heilige Geest, wees welkom in mijn leven. Wees welkom in mijn denken. Wees welkom in mijn hart en mijn ziel. Dank u voor alles wat u doet voor mij. Open mijn ogen, open mijn hart om Jezus te zien. En zijn plan met de wereld en zijn plan met de kerk en mijn plek daarin. Geef me vrijmoedigheid zoals de discipelen dat kregen op de Pinksterdag. Om mensen te helpen Jezus te ontdekken en te leren kennen. Vader, zo zegenen we dit offer. Iedereen die mee bijdraagt, deel is van wat we nu doen. U zei het in de dagen van David. Wie is er heden bereid? U zei het in de dagen van Mozes. In de dagen van koning Hiskia. Hiskia. En het volk was van harte bereid om mee te bouwen. Omdat ze wisten wat ze aan het doen. Maar investeren in Gods huis betekent investeren dat mensen thuis komen. Investeren in de volgende generaties. Maar als CLC-familie is toch zeker zo'n 900 kinderen en tieners nu al mogen zegenen. We geloven u voor een verdubbeling de komende jaren. Duizenden kinderen, tieners, jeugd, jongvolwassenen. We investeren in een huis van de generaties. In Jezus' naam.